Oh, shit! Irma Kusman! Irma, ik laat zich niet klein maken. Ze hebben ritme gevoel, maar niet op de maat. Hey, leuk dat je weer kijkt naar de Spangers React video. We gaan vandaag terugkijken naar de leukste momenten van Vee en Irmak. Irmak, Vee. Zin in. Er komen nog meer video's aan van Spanga's React. En mocht je die video's niet willen missen, dan abonneer je op dit kanaal. Oké, spannend. Aan jou de eer. Oké. 2. Oh, hey, Luxa, mag ik met je meerijden? Achterop? En naar Banzel. Ik had heel veel spraak gebleken. Maar sorry, dat klopt niet. Je zegt achterop, maar er was geen achterop. Nee, daarom. Oh! Oh! Het is goed! Oh, hij heeft een nieuwe kijk, stel sukkel! Charlie! Sukkels? Noem je al sukkels, mevrouw Gadani's doos? Inderdaad. En deze boek ga je zo erg vergoeden. Kom, ze nog graag? Vraag het aan Sinterklaas. Die heeft vast wel nog een oude broek voor je liggen. Ja, het is toevallig wel een echte. Laat zich niks vertellen. Wow, een echte nieuwe broek. Wat stoer zeg. Wil je een lift? Ja. Nou, kom. Irmak is wel erg. Irmak laat zich niet klein maken. Irmak is zo, als je er probeert te dissen, dan doet ze. Je hebt zelf een lelijke broek. Je maakt geen goede diss terug, maar je doet het wel met heel veel flair en zelfverzekerdheid. Charisma. Als we iets mee willen geven, doe je diss gewoon met zelfverzekerdheid. Ja. Dat was ik lief en knap. Sorry. Doe wat harder even. Oké. Special effect. Ik ga kippenvel. Zo'n muziekje. Ik ben mijn adem aan het inhouden. Gaat het echt gebeuren? Oeh, ASMR. Dat is een lekker geluidje. Echt zo. Wat heeft het gedaan? Look at you. Ik word er wel een beetje in. Dus ook. Ligt ook wel het muziekje. Ja, maar gewoon jouw ogen staan op een soort van. Nee, ik was toch goed aan het acteren. Ja. Erg mijn best op gedaan. Ja, maar daarom. Dit is ook een goede look. Zo'n bob. Dat ik daar gewoon gestopt. Je zit gewoon even te kijken. Ja, wat zal ik doen? En dan ging het toch nog korter. Oh, shit! Ja. Dat was ik vergeten. Ja, ik weet ook nog precies hoe dit gebeurd was. Want ik zei een keer voor de lol. Ik zou wel een keer mijn haar helemaal kort willen doen. Omdat ik gewoon, ik heb niet zoveel, ik heb gewoon altijd heel lang haar. Want mijn haar groeit gewoon heel hard. Ja. Dus ik zei dat een keer. En toen was de regisseur meteen zo, wat? Meen je dat echt? En toen dacht ik, nu kan ik niet meer terugkrabbelen, want dat zegt Leen. Dus toen zei ik, ja. En toen zei hij, oké, dan ga ik dat erin schrijven. En toen hebben ze dat er dus ingeschreven in de lijn van die kippen als een soort protest. Protest, ja. Wat wel een raar protest was. Hier ben jij, ik zie je. Ben ik een speech aan het geven? Dit is onze band? Is dit onze band? Ik hoop zo erg dat dit onze band is. Hallo. En dan gaan we nu over naar het allereerste optreden, het officiële eerste optreden van de schoolband. Oh, mijn pruik is zo goed. Dit is zo'n goede pruik. Yes, dit is awesome. Komt hier? Hier wil ik wel mee meezingen. Ook goede jurk. Basgitaartje erbij. Maar wel met haar seksappeal. Oh. H2O. H2O. Oh-oh. H2O. Kom op. H2O, waterstof, atomen en zuurstof erbij. Nee, waterstofatomen, wat zuurstof erbij. 68% voor jou en voor mij. 68% voor jou en voor mij. Bloed in het bos, in een vest, in een baan. In een bos, in het oceaan. H2O, elektrisch geladen, de asymmetrie. Dit is mijn lievelingsfijne. Ik weet nog dat ze aan ons vroegen, wie is er muzikaal? Ja. We willen een band in Spanga's, wie is er muzikaal? Iedereen zo.
Ik ben muzikaal. Zei jij dat? Heel cute. Ja, dit was echt leuk. De band was inderdaad dat ze zeiden, wie van we willen een band, wie van jullie is er muzikaal? En, en wij zijn allemaal, ja, dit is niet een talent van ons. En Jasper en Marius, die hebben niet. Allebei, die hebben... Ze hebben ritmegevoel, maar niet op de maat. Van hun eigen ritme. Ze hebben meer soort van de moves van hun 50-jarige vader die jazz luistert, weet je. Zo ik hoop niet dat ze dit terugkijken. Ze hebben weer hele andere goede talenten. Ja. Oh, volgens mij wou ik bij de band. Valt drummen! Vat me als actrice, wou ook bij de band. Oh, je voelde je buitengesloten? Ik voelde me buitengesloten. Ja! Ja, dat was super. Heb jij jezelf erin laten schrijven? Wel. Hey, heb je nog nooit gedaan? Kinderlijk, ik wil niet. Je kan me toch niet verplichten? Hey, man. Jawel wel, jawel wel. Jamiel. Hier kom je erachter dat je eigenlijk toch... Oh ja, ik voel die wel. Oh, je ziet het drumstijl. Ze loopt... Oh nee, ze gaat toch even... Xylofoon. Eerst even de xylofoon proberen. Wat een talentvol meisje. Dat is eigenlijk een guy. Is dit eronder gezet? Leven. Heb je dit echt gespeeld? Ik heb dit echt gespeeld. 1, 2, applausje voor 1, 2, 3, 4. Echt goed. Wow. Dit is wel. Nee, dit is wel onder gezet. Is dit eronder gezet? Nee, dit is onder gezet. Je hoort ons wel schreeuwen. Gaan we richting de musical? Mogen we doorklikken? Het is gewoon echt een beetje huid. Look at her. Dit liedje ken ik ook. Van top kwaliteit. Super vet. Hey, nu ga ik rappen. Het kost wel heel veel energie dit opnemen. We zijn het heel erg wild doen. Ik zou niet goed functioneren in een rock and roll band. Oh, stop. Oh, Rosalie. Is dit een grap? Noemen jullie dit muziek? Waarom? Ik wil dit absoluut niet in onze musical. U laat ons niet eens uitspelen. We zijn heel goed. Nee, betaal jij de rekening van de oorarts? Tjongejonge. Oké. Volgende. We waren echt niet zo slecht als je bent. Ik zelf was zeer enthousiast zinger. Om mezelf terug te horen. Ik was vergeten over het lied Kies ons uit. Ben jij helemaal ready voor de nieuwe Spangas Quiz die wij gaan spelen? Gaan we nu de Spangas Quiz spelen? We gaan nu de Spangas Quiz spelen. Ik ben erg goed in dingen vergeten. Ik ben ook de beste in dingen vergeten. Oeh. Ik? Lana? Nee, niet. Ik weet alleen nog dat ik waarschijnlijk... Volgens mij Mariana? Waarschijnlijk had ik gezegd ook van... Ik weet nog wel dat mijn tekst was... Dat als je schoon haar... Dat luizen ook juist op schoon haar kwamen. Dus als je juist heel erg je haar schoon houdt... Dan maak je meer kans op luizen. Luxor. Charlie. Luxor? Luxor is goed. Ja? Omdat hij op de boerderij woonde? Ja, omdat hij op de boerderij woonde. En zei iedereen, Luxor zo vies. En dat ik zei, nee, want juist als je schoon haar hebt, krijg je luizen. Dus mensen die schoon zijn, zijn eigenlijk vies. Die zijn... Dus wist je dat niet? Hoe heet het denkbeeldige zusje van Peter? Dit weet jij. Dit moet ik weten. Simone. Dat is in het echt. Ik wilde zeggen, in het Nederlands heet ze Simone. Pikaroon? Schmikaroon. Oké, ik denk dat we toch moeten vragen. Oh, Chiara. Chiara? Ja, maar weet je wat het ding was? Dit was op de set al moeilijk, want dan stond er Chiara en dan was het zo. Heet ze Chiara? Of heet ze Chiara? Verzin je dit nu? Nee, ik weet dat nog. Ik weet dat gewoon heel goed. Luxor? Nee. Ik denk... Torsten? Nee. Samson? Iemand had iets gebroken ook en liep daarna op krukken, denk ik. Heb jij het niet gehoord? Nee, dat was ik niet. Iemand had een gebroken been daarna. Dat klopt ook niet met een gebroken been? Kijk maar. Aldert?
Albert! Oh ja, oh, dat weet ik nog wel! Oh, het ziet eruit. Het had wel te maken met Luxor, daarom dacht ik Luxor. Ik hoop dat het goed komt met Albert. Ik weet dat het goed komt, want ze zit nog steeds in Spanjaard. Oh, ik vind het echt heel spannend. Oh, het vliegtuigje? En het vliegtuigje? Yes! Het zou kut zijn als hij kapot neervalt. Oh my god. Dit was een stuntacteur. Oh. Ik vind dat we het niet erg goed doen op de quiz, maar ik vind wel dat we een beetje in de buurt komen deze tijd. Gevoelsmatig. Gevoelsmatig doen we het heel goed. Ja. Op een meisje, Nelly Banner. En op nog iemand. Tegelijkertijd? Was dat tegelijkertijd? Ja, want ze was bi. Maar ze wist niet dat ze... Ze was met er van... Wie? Met Pim? Met Rudolf? Ah, met Rudolf. Oh, dit is ook goed. Flirrelappen. Met wie gingen we... Met de onderbouw gingen we flirrelappen? Flirrelappen. Waarom ook weer? Gingen we jou niet bezoeken in Friesland, omdat jij een soort van... Nee. Ja? Verhuisd was, maar je was niet echt verhuisd. Flip en Tobias kwamen altijd in de problemen. Dus het zou me niks verbazen als een van hen een nat pakket. Of juist Annabelle, want die wilde natuurlijk altijd heel schoon blijven. En die werd dan toe vies. Allebei niet? Je moet... Spannend. Ja, heel spannend. Flirrelappen, flirrelappen. Oh, ik denk toch Fatma. Lukt zo? Leuk tip. Niemand durft. Eermak! Misschien Jochem. Of Rosalie. Jongens, kom nou. Hey, pas daar voor. Kom gewoon de hele klas me opzoeken. Inclusief docenten. Daar komt hij. Hoppa. Wow! Wauw. Goed. Wat? Dat deed hij echt goed. Kon hij dat gewoon? Ja, dat heeft hij wel echt gedaan, ja. Oh, wie is de beste? Wie is de beste? Wie is de beste? Ja! Oh, shit. Oh, ja. En dat valt hij zeker erin. Duur. Ik vond die jas wel heel cool, hè. Wow. Hij heeft het verdiend, de tuinkabouter. Muis? Flippy floppy. Was het geen muis? Eekhoorn. Weet je nog? Ja. Oh. Wij zijn er vergeet. Zomer. Wij zijn er vergangen. Wij zijn er vergeet. Geesten. Dat weet ik nog. Was er een doorlopende lijn? Jij was verliefd, er waren vergeetgeesten, er waren namen. Ik deed niet zoveel in de musical, geloof ik. Fatma en ik hebben hier twee fantastische Spanga's waterflessen. Waarmee je gewoon je eigen water mee kunt nemen naar school. Heel goed voor het milieu. Ook voor je kind, zo. Voor rusten. Ja, wil jij deze nou winnen? Laat hem in de reacties beneden achter wie je denkt dat er in de volgende Spanga's direct zit. Bedankt voor het kijken. Doei doei!